Volume. En de moving averages. Twee standaard basisindicatoren die, ja, zeker voor de beginners, nogmaals, het volume is er eigenlijk altijd. Maar de indicatoren die we mee gaan nemen in deze korte serie, dat zijn gewoon basisindicatoren die vooral de beginners vaak gebruiken, waar we veel vragen over krijgen. Hey, welkom bij Quiz. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we kijken naar trading indicatoren om mee te daytraden. Ja. Trading indicatoren voor crypto. Ja. Wij gebruiken voornamelijk onze levels. Maar daarnaast zijn er natuurlijk genoeg indicatoren die je kan gebruiken. Zeker beginners grijpen toch snel naar de indicatoren. En we willen de basisindicatoren die de meeste mensen gebruiken, willen wij in een serie van een aantal video's gaan behandelen voor jullie. Ja, en dan gaan we niet, want we hebben al een serie eigenlijk crypto trader voor beginners. Daar komen ze eigenlijk allemaal stuk voor stuk langs. Het gaat er niet, we gaan niet echt in op wat is de indicator, maar gewoon hoe kan je hem werkelijk gebruiken. Deze je hebt hem nodig, inderdaad. Je wilt hem gebruiken, dus ja. Wat kan je ermee? We trappen deze video af met het Moving Average. Ja, en het Moving Average is een van de meest standaard indicatoren die gebruikt wordt. Heel oud hoor. Ja, als je een Moving Average wil toevoegen, bijvoorbeeld hier via TradingView, dan krijg je een aantal Moving Averages. Meestal gebruik je gewoon de normale Moving Average, dat is de standaard Moving Average. Oftewel de MA. Ja. Ik voeg er nu even 3 toe voor het gemak. Daarmee kunnen we een soort systeem maken. En waarom voeg je er dan 3 toe voor het gemak? Ja. Moving average is toch een moving average? Nee. Je kan de waardes van de moving averages, die kan je dus aanpassen. En zo kan je dus verschillende moving averages erin zetten. Je kan er meerdere tegelijk gebruiken. Ja, want wat doet een moving average nou precies? Een moving average doet niets anders dan het voortschrijdende gemiddelde van de laatste x aantal candles. Pakt hij mee en dan maakt hij gewoon een lijntje van. Dus in principe van die ingewikkelde candles maakt hij gewoon een vloeiende lijn. Meestal stellen we hem wel op andere waarden in. Veel gebruikte waarden zijn 50. Dat is ook de reden dat ik er meer heb toegevoegd. De 100. En de 100. Dat is 100. En de 200. En het grappige is dan dat je een soort gebied krijgt. Een gebied. En dat is ook hetgene waar een moving average zich voor leent. Ga ik een klein beetje vertellen wat je met een moving average kan. Je kan met een moving average trend bepalen. Ja. Als de moving averages omhoog gaat, zijn we bezig met een upgaande trend. Nou, je kan dat bij de Bitcoin in dit geval heel mooi zien. We zitten eigenlijk al een hele periode in een mooie upgaande trend. Omdat gewoon de moving averages omhoog wijzen. Dat is gewoon een hele simpele reden. Zijn ze een beetje aan het kruisen, dan zijn we aan het consolideren. Zijn we neerwaarts aan het bewegen, moet ik een klein stukje terug. Dat zien we ook bijvoorbeeld hier. Dat is de drop van 6 naar 3K. Duidelijk naar beneden. Dat is een neergaande trend. Dus het is heel makkelijk al om een trend te leren herkennen. Echt de basis van traden, maar ook zo belangrijk. Dan is er nog een ander punt. Je kan hier eigenlijk kruisingen mee zien. En kruisingen die hebben dan bepaalde benamingen. Je hebt bijvoorbeeld een Golden Cross. Is voor de meeste mensen wel bekend. Die kan je eventueel spelen. Ik zeg altijd, leg daar niet zo heel veel waarde aan. Heel veel mensen hechten daar wel heel veel waarde aan. Omdat het heel erg gehyped wordt. Hè? Het hele Golden Cross verhaal. Maar er zijn ook genoeg situaties aan te kaarten waarin die niet zo uitspeelt als dat de mensen zeggen. Nee, en het laatste puntje is eigenlijk dat een moving average gewoon goed te gebruiken is als algemene dynamische steun of weerstand. Ja. En daarmee bedoel ik dat het lijntje... Ja, bepaalde levels in de moving average die wil je houden als de koers eventueel iets omlaag gaat, dan ziet het er sterk uit. Dat hij gewoon een soort steun biedt. En je ziet vooral die laatste moving average, dat is hier het gele lijntje, dat is de 200 MA... Eigenlijk een meebewegende steun of weerstand. Ja. En dat is eigenlijk hoe je een moving average gebruikt. De moving average. Ja. Goed, dan hebben we naast deze moving average nog een indicator die voor beginners heel erg belangrijk is. En eigenlijk voor iedereen gewoon belangrijk blijft. En dat is uiteraard het volume. En die wordt echt zo vaak vergeten. Heel vaak dan starten mensen een chart op en het eerste wat ze doen is dit. Ja, weg.
staat in de weg. En mensen onderschatten echt, het ziet er ook ingewikkeld uit misschien, maar mensen onderschatten tijdens, echt... Tijdens 1-op-1 sessies, als we mensen gaan leren levels tekenen, maken we ook de chart helemaal schoon, halen we alles weg, volume ook weg, alles weg, omdat je gewoon een schoon beeld hebt met tekenen. Maar eigenlijk staat het volume er bij ons ook altijd onder, ondanks dat wij in principe alleen maar met levels werken. Ja. Weet je wat dit gewoon vertelt? Dit wat jij op je chart ziet, de candles, dat is de helft van het verhaal. De andere helft staat hier. Ja. Want jij kan wel een super grote, een super lange candle hebben. Maar als dat candletje hier, dat barretje hier, heel laag staat. Dat betekent dat het volume heel dun was. En dat het dus gebakken lucht is. Je wil wel ondersteuning van volume. Dat zeggen we ook altijd. Volume is belangrijk. Is er volume? Is er weinig volume? Gaat de koers omhoog? Maar gaat het volume naar beneden? Ja, krijg jij een gigantische klap omhoog of omlaag? Dan kan je aan het volume zien of het ook een beetje legit is. Ja, of het opgepakt wordt. Of het gerechtvaardigd is. Dat is voornamelijk het belangrijkste wat volume vertelt. En wat, daarom zeg ik ook... Volume is de enige indicator. Als jij een chart opstart, staat er altijd volume bij. Ja, dat altijd. Heeft dat komt gewoon omdat je anders de koers niet kan lezen. Kijk, de rest kun je voor jezelf invullen welke je daarbij wil gaan gebruiken. Maar TradingView doet dat niet voor niks. Het volume hoort bij je grafiek. Ja. Volume. En de moving averages. Twee standaard basisindicatoren die, zeker voor de beginners, nogmaals, het volume is er eigenlijk altijd. Maar de indicatoren die we mee gaan nemen in deze korte serie, dat zijn gewoon basisindicatoren die vooral de beginners vaak gebruiken, waar we veel vragen over krijgen. Dus die gaan we allemaal stuk voor stuk even behandelen. In de volgende video gaan we kijken naar de RSI en de MACD. Ja. Dat zijn ook veel gebruikte basisindicatoren, dus vind je dit tof? Druk dan even op het duimpje en abonneer sowieso op dit kanaal. Heb je dat nog niet gedaan? Zeker doen. En uiteraard op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten of als we live gaan. Want dat doen we iedere dinsdag, donderdag en zaterdag. En onderaan deze video vind je alle links terug naar Cryptocurrency Club Nederland. Ons Discord kanaal. Ja. De merchandise, alle support links, alles staat uiteindelijk onder deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie bij de volgende. Later. Ja, dit wordt gewoon.